En inmiddels staat hij gewoon keurig in het uh, linkerrijtje na overigens schitterende goal van uh, Metson. Ja. Niet zijn eerste, acht goals, vier assists. Acht goals, vier assists. Dus die is wel. Uh... Ja, ik zit er. Dan ben ik benieuwd naar wat zou zijn volgende stap zou zijn. Want dat is als je acht goals nu al hebt en vier ja, assists. Dat is aan jullie omdat hij Vijftien wedstrijden. Ja, nou ja, ik, ik denk dat hij een, een topclub in Nederland zou hij aankunnen, denk ik. Of in ieder geval een kans verdienen. En dan hoor ik af en toe namen van sub-topclubs in Nederland. Er zijn nog AZ. Topclubs is, is de traditionele top ja, of? Ja, dat denk ik. ik. Ik vind hem een hele goede speler. Ik vind ook dat hij heel veel uh, beheerst voor zijn positie. Ik vind hem heel behendig met de bal. Hij kan scoren, kan assists geven. Hij kan lopen als team, wordt ook tegenwoordig gevraagd uh, dat je kan druk zetten op je tegenstander, dat je het kan volhouden 90 minuten. Hij is 24 jaar. Ik ken hem persoonlijk, uh, omdat ik met hem heb gevoetbald in Denemarken. Hij is een hele prettige jongen, mm -hmm. goed karakter. Dus denk van ja, waarom niet? Ja, kijk even naar de andere twee, met zo naar de top drie. Ik denk dat AZ bijvoorbeeld een hele goede stap is. Ja, Meer dan uh, een tussenstap, denk ik. Hij... Dani de Wit wil weg. <coughs> of die gaat misschien weg eind mm -hmm. het seizoen. En ze zoeken een creatieve nummer 10, want die, die weg wilden ze inslaan. Nou, daar hebben ze dus een aantal spelers voor. Ja, Mihailovic. die laat het nog niet zien in de kansen die hij gekregen heeft. Ja, en dan uh, denk ik dat dit best wel een hele reële optie is. Ze hebben heel veel ervaring al met uh, Scandinavië. Ze hebben natuurlijk Carlsen een schot in de roos gehad. Ik denk dat Metzen in die. Matson in met... die lijn best wel zou passen bij AZ. Ja, ja, dan moet de wit wel vertrekken deze. Ja, ja, ja dan want, moet de, de wit. Ze hebben dus natuurlijk zo ook nog. Maar die kans is vrij groot. Zijn contract loopt al. <coughs> ja, uh, ja. Zodan, Nu dan wordt hij dan misschien voor het eind van het seizoen uh, We gaan zien. Nou, dat nou is ja, daar gaan Mijndals ook weer een mm. stapje terug. Want ik vind wel bij AZ. En die Dantas is er ingekomen En je hebt Klaasi. Dat vind ik wel twee vergelijkbare spelers. Ja. En ik zei gisteren ook al dat je, ik mis een bepaalde din, dynamiek. Ik mis een bepaalde dynamische Ja, Maar Milo's heeft dat rein... natuurlijk wel. Dat, dat, ja, nee, dat lopen... daarom, Dus dan kan hij weer die, naar die acht-positie. Ja. En dan krijg je weer dat er een bepaalde dynamiek naar voren Want nu zijn er twee controleurs die, waarvan één met ervaring, eentje iets minder. En daarvoor is er een nummer 10 met Danië. Dus ik snap wel dat je in die combinatie zegt: ik mis de creativiteit. Nou ja, en als Mijn ons terug is en je zou dan eventueel, en ik, ik ben hem echt niet na zet aan het maar je zou daar eventueel een type met z'n of met z'n hebben, denk ik dat dat best wel zou kunnen. Oké. Okay.